Vanavond is er een buurman die heeft, even kijken, twee kinderen lastiggevallen. Mijn middelste zoon is bedreigd door een wapen. Ja, het is geëscaleerd, kwam een heel arrestatieteam en ze hebben hem meegenomen. En het was gewoon niet leuk om te zien. En hij terroriseert al jaren het hof hier. En mijn zoon van 18 is al 2 jaar geleden door hem ook aangevallen. En hij drinkt heel veel, dus we voelen ons niet veilig meer met deze man. En nee. Ik hoop dat woningbouw eindelijk wat aan kan doen. Ja. Want het is altijd eerst schelden en bedreigen met stokken en met pollepels. Maar nu met die wapen is het geëscaleerd. Ik woon hier 14 jaar, dus het speelt al zeker 10 jaar. 14 jaar. 10 tot 14 jaar. En wat nou als hij straks terugkomt? Ik weet het niet. Misschien houdt hij zijn mond, misschien begint hij weer. Ik heb geen idee, want hij doet dit al. Hoe voelt dat voor u, wat er zojuist is gebeurd? Het trekt weer emoties op, want mijn zoon komt gewoon niet meer buiten. Hij is meer binnen en hij is meer weg. Gewoon. We zijn niet meer buiten makkelijk. Of we zijn buiten, maar aan de kant van het veld. Dus... Het brengt weer rust. En we hebben gewoon geen last zelf meer van hem. Maar als ik andere kinderen weer zie, dan vind ik het gewoon te zielig. Elk kind moet gewoon veilig kunnen spelen.